Goedemiddag, we zijn 16 oktober 2015 en zo net hebben we in CC de branding met de VZW Dorpsbelangen, de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen, de Goed Bezigprijs uitgereikt. Onder andere ook voor goed bezig zijn de gemeentebesturen. En naast mij staat de schepen voor participatie, de heer Van Lerbergen, die met Dick Smuiden de prijs in ontvangst mocht nemen. Meneer Van Lerbergen, wat doet dit met u? Wel, ik ben zeer blij dat ik deze trofee heb ontvangen, want uiteindelijk is dat hier de erkenning voor toch een 7 jaar heel intensief werken op bewonersparticipatie. We hebben met de stad die bewonersplatforms, er zijn er 14 in Diksmuiden, opgericht. En ik moet zeggen, samen met de coördinatrice Nele van Vuren zijn we uiteindelijk erin geslaagd om die ook allemaal op poten te zetten en die min of meer levensvatbaar te worden. Met heel goede resultaten, want we hebben aan elk dorp gevraagd van maak bij de voorbereiding van de nieuwe legislatuur uw dorp een droomplan waar. En die plannen zijn eigenlijk de basis geweest voor het beleidsplan van onze stad voor 2013-2019. En we zijn dat nu langzaamaan aan het uitwerken met opnieuw participatie, inspraak van die bewoners. En ik moet zeggen dat dat eigenlijk wel heel goed werkt. En dat die mensen ook content zijn dat ze op die manier een kanaal krijgen om hun wensen te vervullen. Perfect, dat is helder, dat is heel duidelijk. Misschien een kort afsluitende vraag. Het is effectief een fysieke prijs, het is een trofee. Krijgt die een plaatsje? En zo ja, waar? Of is daar nog niet over nagedacht? Dat is nog niet over nagedacht, maar ik vind wel dat die heel prominent ergens moet in beeld komen. Want het is een van de pijlers van ons beleid, inspraak en participatie. Fantastisch, aan de voordeur van het gemeentehuis. Dank u wel. Dank je.